ook niet in het belang van Israël zelf. Ja, Baudet. Ja, ik hoorde de heer Boswijk net zeggen, onze bondgenoot Israël. Waarom is Israël onze bondgenoot? Heer Boswijk. Voorzitter, ik zie Israël als een van de weinige democratieën in een fragiele regio die voor een heel groot deel onze norm en waarden deelt. Ik zie een historische band die wij met Israël hebben. Ik zie een praktische band als het gaat over het delen van inlichtingen, de militaire samenwerking. Dus wat mij betreft is Israël voor ons een bondgenoot. De heer Baudet. Ja, kijk, Talleyrand zei, in de buitenlandse politiek heb je geen vrienden, heb je alleen belangen. Is het zo dat de belangen van Israël overeenkomen met de belangen van Nederland? Heeft Israël dezelfde belangen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld als Nederland? Of, ik heb het lange tijd gedacht, hè? Ik dacht dit ook, lange tijd. Totdat ik tot de conclusie kwam dat het juist het tegenovergestelde is. Israël heeft belang bij oorlog in het Midden-Oosten. Wij hebben belang bij vrede. Israël heeft belang bij vluchtelingenstromen richting Europa. Wij hebben juist belang in het niet hebben van die vluchtelingenstromen richting Europa. Is het wel zo dat onze belangen overlappen? Hoe denkt de heer Boswijk daarover? Heer Boswijk. Ja, voorzitter, Talleyrand is misschien wel de grootste opportunist in de diplomatieke geschiedenis. Dus ik vind het geen verrassing dat die quote uit zijn mond komt. Ik bedoel, hij koos eerst voor Napoleon, toen voor de Franse koning en toen weer voor Napoleon. Terwijl die ooit is begonnen in de Franse revolutie die diezelfde koning heeft onthoofd. Dus ik vind Talleyrand niet echt een goede norm om daar aan vast te houden. Dus dat hij dat zegt, verbaast me helemaal niks. Kan je bondgenoten zijn, maar wel tegenstrijdige belangen hebben? Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Ik bedoel, we hebben dat gezien. Ik zie ons... Een andere bondgenoot is bijvoorbeeld de VS aan de andere kant van de plas. Om meerdere redenen. Allereerst onze historische band, mijn eigen familieband. Maar ook omdat ze ons al sinds in de Eerste Wereldoorlog hebben geholpen. In de Tweede Wereldoorlog en sinds de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag. Maar zeg ik daarmee dat altijd onze belangen één op één hetzelfde zijn? Nee, als het gaat om bijvoorbeeld de economische belangen, zitten wij soms op een andere pagina. En dat is helemaal niet verkeerd, zolang je dat in goed respect en goed overleg met elkaar uitpraat. En in die hoedanigheid kijk ik ook naar Israël als een bondgenoot. Maar er zijn meerdere bondgenoten. Bijvoorbeeld, Veldkamp noemde bijvoorbeeld Qatar. Heeft Qatar dezelfde normen en waarden als dat wij hebben? Nee. Er zijn ook heel veel normen en waarden waar ik het totaal niet mee eens ben. Maar ik zie dat ze op veel geopolitieke dossiers een hele belangrijke rol spelen. En dat ze voor ons in die regio ook een bondgenoot kunnen zijn. Of zijn. Tot slot, oké, wat heeft Israël ooit voor ons gedaan? De heer Boswijk. Nou, voorzitter, ik denk dat de heer Baudet niet moet onderschatten hoeveel... Het machtigste land ter wereld. Wat heeft het machtigste land ter wereld, nee, Israël, Baudet, ooit voor ons gedaan? Nee, Baudet, de heer Boswijk was aan het antwoorden. Voorzitter. Voorzitter. Nee. Ja. Ja, ik vind... Wat is dit? Een punt van orde? Ja, het is een punt van orde. Ja. Ik vind dit heel erg ruiken naar antisemitisme. Het machtigste land van de wereld, wat zogenaamd alle touwtjes in handen heeft. Dus ik vind toch echt dat als dat de bedoeling is van de heer Baudet, dat gewoon echt niet kan in deze Kamer. Ja, voorzitter. Collega Piri was me eigenlijk voor, want ik dacht... Niet het machtigste land. Wat heeft niet het machtigste... Meneer Baudet, nee, u moet anderen eerst laten uitspreken. En voorzitter, dat eigenlijk haalt collega Piri bij de woorden uit de mond, want... Feitelijk is Israël niet het machtigste land. Dus wat bedoelt collega Baudet er dan mee? Dat ze misschien via alle schijnconstructies uiteindelijk... En dan krijg ik een beetje hetzelfde gevoel als collega Piri nu aangeeft. Maar ja, ik zie niet Israël als het machtigste land ter wereld. Dus ik zie Israël als een bondgenoot. En wat heeft het bondgenoot Israël? Een land met een democratie, met een rechtsstaat die ook nog functioneert. Wat heeft dat voor ons betekend? Nou, ik denk heel veel. Ik zal er één noemen. Als het gaat over inlichtingen, dan moet collega Baudet niet onderschatten hoeveel inlichtingen wij en hoeveel terroristische aanslagen er worden voorkomen dankzij inlichtingen uit die regio. En ik denk dat we daar Israël heel dankbaar voor moeten zijn. Zeg ik dan meteen dat ik alles wat Israël doet goedkeur? Nee, er zijn heel veel dingen waar we kritisch op zijn. We hebben hier ook meerdere moties. Ik noemde er net eentje een motie van... Collega Denk, die hebben ook gesteund, omdat ik niet klakkeloos achter Israël aanloop. Sterker nog, ik vind juist dat als we geven op onze bondgenoten, dat we juist op onze bondgenoten kritisch moeten zijn. En dat zal het CDA ook zijn. De heer Baudet. Oké, dus wat Israël voor ons heeft gedaan is ons vanuit de geheime diensten van Israël helpen met het verijdelen van terroristische aanslagen. Welke bronnen zijn daar? Waar kunnen we dat terugvinden? Wat voor aanslagen dan? Ik ben heel benieuwd. Heer Boswijk. Nou ja, voorzitter, het is wel algemeen bekend dat de Israëlische inlichtingendiensten nauw samenwerken met de westerse inlichtingendiensten. Dat geregeld informatie met elkaar wordt gedeeld. En dat wij Europa niet veilig kunnen houden zonder inlichtingen uit die regio vanuit Israël. Dus dat is niet een groot geheim of zo, dat is gewoon algemeen bekend. Maar ook als het gaat bijvoorbeeld over een heel iets anders. Als het gaat over de innovaties op medisch gebied. Hoeveel start-ups er in Israël zitten die zoveel uitvindingen doen. Waar wij allemaal baat bij hebben. Denk ik van nou, er zijn nog best wel wat landen die daar echt nog wat van kunnen leren. Dank voor uw inbreng, meneer Boswijk. Graag gedaan. De heer Tuinman heeft het woord. En hij voert het woord namens de Boerburgerbeweging.